Dat zou ik leren nog niet weggepet zijn of zo, hè? Ja, maar ik kan nu wel nog. Wacht. Hey, bonenstaak! Die is goed. Dag, jongen. Vader. Meneer Pastoor kwam vandaag op school. Hij vroeg welke jongens Missie naar willen worden. Lucia. Jij wordt misdienaar. Je grootvader en je vader hebben de kerk ook gediend. Lucia, jij bent misdienaar. Maar ik weet niet hoe dat moet. Ik ben blij dat u zo snel kon komen.
meneer Pastoor. Nee. Blijft u gerust zitten. Onze dochter Roos, ze is... Mijn man kan haar niet meer de baas. Lisbeth! Maakt u zich maar geen zorgen. Waar is uw dochter nu? Ze is boven. Roos? Rot op! Snappel ik dan echt niet? Vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lucien? Pastoor. Lucien. Mijn ziel smacht naar iemand. U doelt op onze Heer? Nee. Ik begeer een van zijn kinderen. Ware liefde is geen zonde. Denkt u er echt zo over? Heb ik gezondigd, pastoor? Thank you.
Godverdomme. Hij die de naam van de Heer misbruikt, zal niet vrij uitgaan. Wat? Ik hoef jouw bloed van Christus niet. Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en ontvangen zal het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken de wijn des Gods toren die onverdund is ingeschonken in de beker van zijn vergelding. Hij zal gepijnigd worden met het vuur en zilver onder de ogen van de heilige engelen. De rook van de pijniging gaat op in alle eeuwigheid. Hier eindigt de lijdzaamheid der heiligen. Hier ben ik, die de geboden Gods bewaart en het geloof van Jezus Christus. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, dat hij daarmee de zondaar zou slaan. Pastoor. Niet te geloven. Laat me met rust.
Thank you.